En de jongens die zijn in de meerderheid, dus we dachten al, ja, dat wordt sowieso een naam. Kippen op een schoolplein. Het is niet iets wat je snel verwacht, maar bij basisschool De Driemaster in Bottendaal is het juist heel logisch. Nou, we hebben een groen schoolplein en in de visie van het groene schoolplein vonden wij eigenlijk ook dat daar dieren thuis hoorden. We hebben al een insectenhotel, een biohotel. Op deze manier vinden we dat kippen daar een hele mooie bijdrage aan leveren. Het idee kwam tot stand samen met de buurman. Ja, er is een groep ouders die heel actief is hier, die het schoolplein ook mee onderhouden. En de buurman is daar een van de ouders van. En zodoende is het idee geboren. Ja. De kippen zijn van de Driemaster en de konijnen, maar de buurman verzorgt ze. Er zit een gat in de muur en zo kunnen ze 's nachts naar binnen, nachthok in. En overdag zijn ze gewoon hier buiten op het schoolplein. Alle kippen zijn gekoppeld aan een klas. Nou, de kinderen niet, maar de klassen. Ja, iedere klas heeft een eigen kip. En we hebben ook een peutergroep hier op de Driemaster. En ook die hebben een kip gekregen. Ja. Hoeveel kippen zijn er dan? Het zijn in totaal 10 kippen. En we hebben 8 groepen. Plus de peutergroep is 9 en een reservekip. De kinderen kunnen alleen naar de kippen als de buurman er ook is. Nou, als Ronald er is en hij doet het hek open, dan ga ik er wel eens in. En Ronald is de buurman? Ja, die zorgt er een beetje voor. Deze kippen zijn er niet alleen voor de lol. Het is ook om iets van te leren. Nou, de eieren die worden uitgedeeld of die worden mee naar de klassen genomen. Afgelopen week zijn er pannenkoekjes gebakken met een klas, want daar heb je ook eieren voor nodig. Dus kinderen worden ook bewust van, goh, waar komt ons eten vandaan? Dat vinden we ook heel erg belangrijk. De kippen worden niet gehouden voor hun vlees. Nee, de kippen worden niet geslacht. Nee. Dat is wel goed, denk ik. Ja, zeker weten. Gaan we niet aan beginnen. Ja.